een ontzettend leuk programma. Maar ontstaan. Bam. Daar is hij dan weer, na een week van laat werken, de Dik voor Mekaar Show, oftewel de Dik voor... Dat kan ik zelf ook wel zeggen, de Groot zit er nog niet meteen te heten al, hè. Voor Mekaar Show. Ja, luisteraars, daar zijn we dan weer en we gaan weer beginnen zoals gewoonlijk met een ouderwetse gewoonte. We gaan beginnen met het eerste onderwerp. En het leuke is, we hebben een hele nieuwe rubriek, we hebben namelijk het zogenaamde talentenhoekje. Meegericht in de Dik voor Mekaar Show, dat betekent dus dat jong talent, hè, mensen die denken dat ze allemaal wat kennen, die kennen dus bij ons even de eerste kans krijgen. Dat is wat voor mij. Hè? Dat is wat voor mij. Ja, dat is wel voor jou. Nou, doe jij nou maar gewoon je werk, hè. Zorg dat die hoek er is. Nou, sta ik in die hoek. Oh, yes. Ja, en zo staan we dan in de hoek. Belachelijk, hè. Sta ik gewoon in de hoek. Nou ja. In ons talentenhoekje. Spandoek ook bij. Kijk zo. Ja, het is geweldig verzorgd, de Groot. In talentenhoekje. En zorg dat het hoekje wat groter wordt. Volgende keer ik het helemaal benauwd in een hoekje. Ja, weinig tijd, Groot. Ja. Het is nogal druk geweest. Ja, dat kan me niet schelen, de Groot. We zitten in huis. En dan hebben we hier dus ons eerste talent. We hebben diverse aanmeldingen gehad. En de eerste aanmelding die kwam van meneer Van Blusboten. En die heb ik hier naast mij. Vertelt u zelf even, wat bent u? Ik ben imitator. Wat zei u nou? Ik ben imitator. Oh, dat ben ik ook. Ach, u bent imitator. Wat interessant, zeg. Ik kan van Kik Stokhuizen kan ik. Ja. Ach, wat interessant. Kik Stokhuizen, dat is ook een leuke imitatie. Oh, heb ik, ja, nou, hou nou maar over die stokfiguur, hè. Laten we nou maar even gewoon blijven. Weet dit. Interessant. Vertelt u eens. Kent u veel imitaties? Nee, ik kan alleen Kik Stokhuizen. Dat groot, ik heb het helemaal niet tegen jou. Ik vraag dan meneer Van Blusboten, vertelt u eens, kent u veel imitaties? Dan mag ik eens even kijken, dat zijn het al wel gauw. Dus even uit mijn hoofd, mag ik eens even kijken, ik denk toch wel gauw, dat is toch wel dik in een stuk of twee. Ah, stuk of twee. Wat gaat u om te beginnen imiteren? Om te beginnen wou ik imitatie doen van wind. Ik ken wind imiteren. Oh ja, dat kan ik ook. En imiteer ik dus, om te beginnen heb ik hier bijvoorbeeld, ik zal maar zeggen, gewoon noordoostenwindje. Noordoostenwindje. Oh, dat is mooi. Oh, dat is interessant, zeg. Noordoostenwindje. Maar kan u nog meer? Want ik vond dit niet zo geweldig, als ik eerlijk ben, hè? Oh, ging wel. Ja, ik ken ook nog iets steviger wind. Bijvoorbeeld, ik heb hier windkracht 7. Oh, interessant. Nou, ho. Ja, rustig aan nou met die... Stop nou man! Doe niet zo maar! Ja, ho nou maar! Lachelijk, hè? Wat maken jullie nog een puinhoop van? Wat is er dan voor een gedoe? Zeg, kijk eens even wat een rotzooi ineens wat u maakt! Ik denk ook, ik zal hem even stevig opzetten. Wat heet stevig opzetten? Dat is toch niet normaal meer? Hé, wat een troep! Ga u weg hier, meneer, met uw imitaties! Nou, ik heb ook nog een imitatie. Ik kan ook nog een vogel nadoen. Oh. Ach, wat interessant. Ja. Een vogel, dat kent toch iedereen, man? Tweet, tweet, tweet. Dat kent iedereen. Oh, leuk aardig, Dick. Hè? Oh, leuk aardig. Ja, dat is niet belangrijk. Gaat u weg hier, meneer, met dat gedoe met dat imiteer. Nou, we gaan een hele bijzondere vogel nadoen. Dat kan me niet schelen. Gaat u weg met uw vogel. Oké, dan niet. Goedemiddag. Belachelijk, hè? Nou ja, let maar aan, luisteraars. Let u even niet op mij, let u even op hem. Het volgende onderwerp, de groot volgende onderwerp. Schiet nou op, man. Goedemiddag. Wie verkrijgen we nou weer? Wie staat nou weer? Waar komt er nou weer eens allemaal mijn beeld binnen? Wie staat? Wie bent u? Mijn naam is Van Zwieten. Ah, meneer Van Zwieten. Nou en? Ik zoek meneer... Oh, Joop. Ome Joop. Ome Joop, moet u ome Joop hebben? Nou, dan moet u hier niet zijn. Dus u staat midden in beeld. Heel Nederland ziet u. Ik zal me even waarschuwen. Ja, gaan. Ik zoek de heer Ome Joop. Waarvoor kan ik zeggen dat u bent? Belastingdienst, fiscale recherche, belasting. Ik roep hem wel even. Wat zeg u nou van de belasting, ome Joop, met de belasting? De Groot, schiet op. Haal ome Joop even. Ga even naar hiernaast. Wat een toestand, zeg. Ome Joop. Ome Joop, wat is wakker? Ome Joop. Wat is er, joh?
Steeds hiernaast iemand voor u van de belastingen. Ik zit midden in mijn slapen, joh. Heb je dat niet in de gaten dan? Wel, er is iemand van de belastingen. Het is erg belangrijk, zegt hij. Laat maar even binnen, komen dan. Ja, ik zal hem wel even... Verzeur allemaal van die belasting. Ja? Van, Zwieten, belasting. Ja, oom Joop vraagt of u even binnenkomt. Is dat de heer oom Joop? Ja. Fijn, dank u wel. Ja. Toestand, zeg, oom Joop, is met de belastingen, zeg, ja. Zal dat wat worden, zeg, oom Joop, zit met de belastingen, nou, als dat maar goed afloopt, ja, zeg. Ik ben eigenlijk nou, een beetje bang voor. Wordt die mooi! Oh, hoor even. Nou, wordt die vrouw! Goed, oom Joop wordt even kwaad, zeg, die pikt het niet, oom Joop pikt het niet, nou, heb gelijk ook als zeg. Nou, wordt die helemaal mooi! Zo, nou, die is goed kwaad, zeg, die is goed kwaad. Wat zijn de wezen? Nou, wordt die vrouw! Ja, misschien als wij verder gaan met het programma. Ja, luisteraars, dan leek het mij wel leuk om eens even wat... Nee, nou wordt die goed! Ja, dan leek het mij wel leuk om eens even, luisteraars, misschien... Nee, nou wordt die mooi! Nee, nou wordt die helemaal vrij! Wij gaan dus met het nieuwe onderwerp. Dan zou ik... Hou er wel krijgen! Weg hier! Buiten je weg, joh! Helemaal mooi! We zullen maar ook maar een beetje verdichten van belasting. Nee, nou wordt hij helemaal vrij! U hoort hier nog meer van! Dat zal zeker! U hoort hier nog meer van, joh! Dat kan ik u wel vertellen! U bent hier nog niet mee klaar! Maar je bent met mij ook nog niet klaar! Dat kan ik je wel vertellen! Nou, rustig nou! Wat is er nou allemaal aan de hand? Meneer moet belasting betalen, maar u hoort nog wel van mij! Goedemiddag! Dat maak ik zelf wel uit! Mail terug! Nou, ome Joop, wat is er nou allemaal aan de hand? Wat is er nou gebeurd? Hij wil mij een beetje belasting laten betalen. En ik hoef helemaal geen belasting te betalen. Nou, wat is nou voor ons? Iedereen moet belasting betalen. Natuurlijk. Ik niet. Ik heb een officieel schrijven dat ik nooit geen belasting meer hoef te betalen. Oh ja, wat is dat dan? Ja, laat eens kijken dan, dat schrijven. Hier, alsjeblieft. Hier staat het zwart op wit. Laatste waarschuwing. Dus ik ben er mooi vanaf. Telefoon, pak die telefoon even op de grond. Oh, met de dik voor elkaar, show. Ja? Ja, geef ik door. Dik. Wat is er? Of we wat zachter willen praten, het andere net heb er last van. Belachelijk, hè? Thank you.
Nou ja. We zijn er weer doorheen. Ja, luisteraars, momenteel is erg modern, hè, om met de warme bakker en zo en dat gedoe meer. Daarom dacht ik dat het, omdat alles vers moet zijn, leek het me wel interessant om eens te gaan praten bij de zogenaamde koude melkboer. Dat is ook helemaal nieuw. Daarom gaan we over naar de boerderij van boer Krelis. Die heeft een melkhouwerij. Nou, schiet nou eens op de roodje, hoor. Dan moet nog zeggen koeienstalgeluiden. En zo sta ik dan hier in de koeienstal van boer Krelis. Ja, hoor maar, hè, meneer Van Mekker. Ah, goedemorgen, goedemorgen. U bent dus melkboer en u gaat dus met de koe zelf langs de deur, hè, om het zo vers mogelijk aan de huisvrouw te geven. Wat heeft u allemaal voor soorten koeien? Nou, dan hebben we dus allereerst, hebben we dus de koe die geeft gewoon melk. Oh. Ach, wat interessant, geeft gewoon melk. Ik ben nogal gek op chocolademelk. Dat hebben we ook hier, dat uit die bruine koe, daar komt chocolademelk. Oh. Ah, vandaar, is nooit begrepen eigenlijk, ja. En hoe maakt u nou karnemelk? Nou, ik heb toevallig een koe die heeft. Rustig jongens, rustig. Ik is van een troep weer, ja. Is die een beetje water? Ja, die drinkt veel te veel. Ja, maar ik heb hier dan bijvoorbeeld een koe die heeft de hik. En daardoor krijgen wij karnemelk. Ah, wat interessant, wat interessant. Ja, en zijn er nou nog nieuwe ontwikkelingen in de koe? Dat is de zogenaamde, waar ik heb pas aangekocht, een Amerikaanse koe. Dat is een computerkoe. Wat zeg je nou? Een computer. Ah, er is een computer ingebouwd. En die zet dus automatisch alle melk om in frisdrank. Oh. Ach, wat interessant. Dus er komt meteen frisdrank uit de koe. Ja, dat is de zogenaamde frisdrankkoe, hè. Dat is de frisse koe. Kan u dat eens even aan ons laten? Ja, zeker. Ik heb hier heb ik de uier. Kijk, jullie wel. Nou kneep ik gewoon hier in spin 1. Psst. Daar heb ik het sinaas. Zie je wel, sinaas. Ach, was wel lekker even zeg, dat was wat origineel ook, hè? Een hoop krachtig. Ja, en dan heb ik hier spin 2. Dan gaan we koelen, zie je wel, koelen uit. En dan heb ik hier spin 3, dan hebben we tonic. Oh, die is leeg. Ik heb gelijk even een knoopje inleggen, zo dat die leeg is, hè? Zo. En wat zijn die andere drie spenen voor? Die ben voor de warme dranken. Dan heb ik hier koffie, chocola en de laatste is met soep. Oh, wat voor soep? Ik weet niet, ik zou ze even vragen. Wat heb je voor soep vandaag? Nou, het is in ieder geval loeiend heet. Heeft u ook eieren? Eieren, ja, die hebben we ook, ja. Maar dan moet mee boven dat kippenhok natuurlijk, hè. Nou, de groot schiet nou op. Kippenhokgeluiden, je hoort het iemand toch zeggen. Kippenhok. Ja. En zo staan we dan hier in het kippenhok, hè. Alles moet je zeggen. Ja. Yeah. Wat is er nou voor bijzonders? U heeft hele verse eieren ook. Ja, dat ga je wel zeggen, verser kan het niet, kijk. Je pakt gewoon een kip, hier heb ik een kip. Nou hou je een pannetje onder de kip. En dan maak ik alleen maar even deze. Zie je wel? Kijk, verser kan het al eens niet zo zeggen, hè. Kan u dat nog eens laten zien? Kan u dat voor mij nog eens laten zien? Ja, dat gaat gewoon door, kijk. Dan pak nog een kip, zie je wel? Pak ook even deze. Wacht even, waarschijnlijk is de batterij leeg, geen nieuw in doen. Zo, kijk even. Wat voor batterijen gebruikt u dan ervoor? Dat zijn legbatterijen. Ach, legbatterijen, ja, interessant, ja. Nou, je hebt het wel helemaal voor elkaar, hè, als ik het zo bekijk, hè, man. Ja, dat kan je wel zeggen, zo, ja. We kunnen stellen dat u goed boert. Ja, dat kan je wel zeggen. Ik boer prima. Vooral na het eten. Wacht nou even, ik sta nog midden in een kippenhok. Lachelijk, hij zit er al meteen. Hallo, de groot, ho nou, ik zit nog in een kippenhok trouwens, we zijn er helemaal nog niet op toe. Doe die kippen nou weg, de groot. Nou, schiet op nou. Het werkt niet, ik. Het werkt niet, je trekt toch gewoon aan dat touwtje. Nou, dat doe ik, kijk. Lachelijk, hè. De boel half materiaal weer. Ja, nou ja. Toch eens nakijken. Ja, toch eens, dat moet je vooraf doen.
Stak midden in de kippok. Zeg, is hier niet een beetje rustig, hè, met al die kippen? Wat is het hier voor rommel? Wat is het hier voor een herrie? Ik krijg ze niet weg, ome Joop. Hij krijgt ze niet weg, is toch belachelijk, hè? In de voorzitter met al die kippen. Wat ik trouwens wel vragen, ome Joop. Wat is er, Joop? Ik heb van mijn grootvader heb ik een prachtig antiek horloge gekregen. Oh, dat is wel eens kijken, hè? Oh, dat is een mooi klokkie. Ja, dat is een mooi klokkie. Dat wou ik vragen, ik wil graag een racefiets kopen. Een racefiets? Ja, als u nou het klokje van me koopt, dan kan ik dat misschien betalen. Oh ja, dat ik willen we graag hebben. Nou, ik geef je er 25 gulden voor, joh. Nou, dat geef ik er ook wel voor. Ik geef hem nog wel 30 ook. Nou, wacht nou eens even. Oh, dat wil ik ook wel hebben, dat klokkie. Ja, dan geef ik ze nou. Dan geef ik je zo, hup. Hier, alsjeblieft, 4 tientjes. Gauw al pakken. Wacht even, oh, wacht even. Dan geef ik een 45. Dan geef ik de 50. Kunnen we misschien beter bij opbod verkopen? Een veiling? Ja, ah, dat is leuk. Ja, dat is een goed idee. De grote veiling. Ja, maak even veiling. Maak even veiling. Schiet op. Veilinggeluiden. Ja, dat is even. Oh, de kippen zijn ook weg. Mooi. Nou, dat is ja, gezellig. Ja, oké. Okay, ja, daar gaan we hoor. Ja, nou, de rood. Heb ik hier een prachtig antiek horloge. Wie biedt er het eerst? Ik ben aan de beurt. Ik bied 45 gulden. 45 gulden. En ik heb 50 gulden. 65 gulden. 65 gulden voor mekaar. Oh, oh, oh. 80 gulden voor mij. 80 gulden voor ome Joop. 95 voor mij. 98. 99 voor mij. 102. 102 gulden voor ome Joop. 106 gulden. 107. 108 gulden. 121 gulden. 121 door ome Joop daar. Zo is dat. Niemand meer dan 121 gulden. Eenmaal. Andermaal. Wel. Verkocht aan ome Joop voor 121 gulden. Nee, nou wordt die mooi! Nee, nou wordt die vrij! Ja, ta-ra-ta-ta-ta! Schiet nou maar op, wat een gedoe, steeds het uitgebreid, ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta! Het trompettenkorp, schiet op, kom op met die flauwekul, de 30 seconden van die oen! Ja, dat zou ik toch zeggen, meneer voor mekaar, dat is mijn werk toch? Ja, dat heb ik nou gezegd. Dan zijn we er eens een keer snel doorheen, hè? Niet een gewauwel over een keer pijn in mijn rug en pijn achter mijn oor, ja? Kom op met die onzin. Maar nou, ik vind het wel wat heb je? Als hij doet, ja, dat kan me niet schelen, de groot. Schiet nou toch op! Van Straten. Ja? Die vraagt of jij het adres weet van de geheelonthoudersvereniging De Blauwe Knoop. Het telefoonnummer? Ja. Ach, wat leuk! Wil die lid worden? Nee, hij wil zich laten schrappen. Belachelijk, hè? Nou ja, goed, we zijn er weer nog heel uitgelaat. Dit was het dan weer. Dit was dan weer de Dik voor Mekaar show. De presentatie was in handen van mezelf. Nee. En de productie was in handen van die Oen hier naast mij. Doedeloedeloe, dat is er voor gedoe. Ja, ome Joop, dat kan ook niet. We zijn er aan het afsluiten. Ik kan er wel even mijn plaatje pluggen, joh. Daar hebben we nog geen tijd voor. Zoals ik al zei, de presentatie was in handen van mezelf. En de productie had die Oenie naast mij. Was Van Straten, die zit er weer op de hoek. En aan de camera zat, dat was weer ontzettend leuk. Nou, ontzettend. Dit was Dik voor Mekaar. Goedemiddag. Dat heb geen nut meer, wat is er, joh? Wat heb geen nut meer? Het programma is afgelopen. Ik ga door tot het journaal. Doedeloedeloe. Doedeloedeloe. Dingelingeling. Doedeloedeloe.